بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم أو منسى فريس يليهير Waarlijk, de beving van het uur is iets enorm, is een enorme zaak. يَوْمَ تَرَوْنَهَا De dag waarop jullie het zullen zien. تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ Op die dag zal iedere zogende moeder, elke moeder die borstvoeding geeft, haar zuigeling vergeten. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا En elke zwangere vrouw, die zal haar vrucht verliezen. Die zal spontaan een miskraam krijgen. وَتَرَ النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى En jij zult de mensen dronken zien, maar zij zijn niet dronken. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ Maar de bestraffing van Allah Azza wa Jal is hard. Met deze En vele andere verzen in de Koran herinnert Allah Azza wa Jal ons aan het feit dat deze dunya tijdelijk is. Dat er meer bestaat dan deze dunya en dat wij allen zullen sterven. En na deze dood zullen wij opgewekt worden. En Allah Azza wa Jal zegt ook in de Koran, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ Of dachten jullie dat wij jullie zomaar nutteloos hebben geschapen en dat jullie tot ons niet zullen terugkeren? En vaak waarschuwt Allah Azza wa Jal ons in de Koran. En ook in Surat al-Hajj zegt Allah Azza wa Jal na deze verse وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ Kulla shaytanin marid. En sommige mensen die discussiëren over Allah zonder kennis. En zij volgen elke opstandige Satan. Kutiba alayhi annahu man tawallahu fa annahu yudilluhu wa yahdihi ila adab al-sa'ir. Het is voorgeschreven dat degene die hem volgt, degene die de shaytan volgt, de shaytan zal hem laten afdwalen. En hij zal hem naar het laaiende vuur leiden. En daarna zegt Allah Azza wa Jal, Ja, ayyuhan nas, in kuntum fi raybin min al-ba'th. O mensen, als jullie twijfelen over de wederopstanding, over de dag des oordeels, fa inna khalaqnakum min turab. We hebben jullie geschapen uit aarde, thumma min nutfah, en daarna uit een druppel, thumma min alaqah, en daarna uit een bloedklonter, thumma min mudghah, mukhallaqah, wa ghayri mukhallaqah, en daarna uit een vleesklomp. Sommige zijn gevormd en sommige zijn niet gevormd. Wa nuqirru fil arhami ma nasha', en wij laten wat wij willen in de baarmoeder. Yani sommige worden mannen en sommige worden vrouwen. Sommige zijn compleet en sommige zijn minder, etcetera, etcetera. Ila ajalim musamma, tot een vastgesteld tijdstip. Thumma nukhrijukum tifla, en daarna laten we jullie als kind eruit komen. Thumma litablughu ashuddakum, en daarna totdat jullie je volle kracht bereiken. Wa minkum man yutawaffa, wa minkum man yuraddu ila ardalil umur. En sommige van jullie sterven, en sommige die worden tot een complete, of een, die worden bejaard en die worden oud. Arda al-umur, totdat zij, likay la ya'lama min ba'di ilmin shay'a, totdat zij na kennis niks meer weten. Oftewel, je wordt dement. Je kan dement worden op een bepaalde bejaarde leeftijd. وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً En jij ziet het aarde of de aarde leveloos. فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ
Maar wanneer wij water erop laten neerdalen, dan komt deze tot beweging en groeit het. وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. En dan groeit het en brengt het van elke soort fraaie planten voort. ذَلِكَ, dit alles waarom? ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ. Dit alles omdat Allah de waarheid is. وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى. En hij brengt de doden tot leven. En hij is waarlijk tot alle staat. وَأَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ. En zodat jullie weten dat het uur komt, en daar gaat het ons om vandaag, dat de dag des oordeels komt, la rayba fiha, hierover bestaat geen enkele twijfel, en dat Allah, degene die zich in de graven bevinden, die zullen, hij zal hun opwekken. Dus er bestaat zeker een hiernamaals, of jij eraan denkt of niet, dat is jouw probleem, o mens, maar het bestaat. En het hiernamaals moet bestaan, net als dat 1 plus 1 2 is. Want als het hiernamaals niet zou bestaan, dan zou dat moeten betekenen dat een seriemoordenaar die alleen maar slecht is geweest, dezelfde eindbestemming heeft als iemand die een filantroop was en alleen maar goed was geweest. Namelijk, dus het eindbestemming is onder de grond en het is feitelijk nul. Als het hiernamaals niet zou bestaan, het paradijs en het helle vuur, dan was er feitelijk geen verschil tussen goed en slecht. En dan zou alles maar voor niets zijn geweest. En het hart accepteert dat niet. En jouw natuurlijke aanleg accepteert dat niet. De goede mensen die horen in het paradijs, en de slechte mensen die horen in het helle vuur. Jahannam wa bi'sal masir. En wat een slechte eindbestemming is dat. Ala kulli hal. Deze dag des oordeels heeft tekenen. Allah Azza wa Jal die vertelt ons en die herinnert ons door middel van een aantal tekenen dat het uur dichtbij is. Sommige tekenen zijn groot en sommige tekenen zijn klein. En vorige week hebben we de eerste 20 kleine tekenen opgenoemd. En die hebben we nog niet uitgelegd. En vandaag noemen wij inshallah de rest van de tekenen op. En beginnen wij met het uitleggen van deze kleine en daarna de grote tekenen bi'idnillah in deze serie lezingen. Mogen Allah Azza wa Jalla het accepteren. We waren gestopt vorige week bij het noemen van het feit dat een van de kleine tekenen is dat de moskee versierd wordt. Dat de moskeeën versierd zullen worden. Hoe dichter bij Yawm al-Qiyamah is, des te meer deze moskeeën worden versierd, totdat zij op een gegeven moment zelfs op kerken lijken. Wal-iyadu billah, zoals we vandaag de dag zien. Casco wordt de moskee gebouwd voor een aantal ton of voor een miljoen, terwijl de inrichting van de moskee evenveel kost of zelfs meer. En dit is niet van de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En laten we voor het gemak en voor de nieuwkomers even alle kleine tekenen opnoemen. Bi'idnillahi ta'ala. De eerste kleine teken is de zending van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En de tweede kleine teken is de dood van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En de derde kleine teken is het veroveren van Palestina, Jeruzalem. En de vierde is de ta'un van Amwas, de pandemie die de sahaba hebben meegemaakt. En de vijfde is dat er zoveel geld in de umma is, dat niemand meer als sadaqa wil accepteren. En de zesde is dat de fitten verschijnen in deze ummah. En de eerste grote fitna was de dood, of de moord beter gezegd, op Uthman ibn Affan radiyallahu anh. En deze fitten die komen voornamelijk uit het oosten. Die komen voornamelijk uit Irak, zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei. En zoals wij later zullen behandelen. En een van de kleine tekenen is dat heel veel mensen zullen beweren dat zij een profeet zijn. En een van de kleine tekenen is dat er vrede, wereldvrede zal zijn. En de negende kleine tekenen is de negende kleine teken is dat er een vuur uit de Hijaz zal verschijnen.
uit het Arabisch schiereiland, wat ze duizenden kilometers verderop kunnen zien. En de tiende kleine teken is een oorlog met het Turk, met de Tataren en met de Mongoliërs. En de elfde kleine teken is een andere oorlog met de Ajam, met de niet-Arabieren. En de twaalfde teken was dat de Amana weg is, dat je weinig tot geen betrouwbare mensen meer kan vinden. En de dertiende kleine teken was dat kennis wordt opgeheven en dat onwetendheid de norm wordt en dat onwetendheid verspreid wordt. En de veertiende is vele politieagenten en onrechtvaardige handhavers. En de vijftiende is het verspreiden van een zina. Een zina wordt wijd verspreid. En het zestiende is dat riba, rente. De zestiende is dat rente wijd verspreid wordt. En de zeventiende is dat muziek wijd verspreid wordt. En dat mensen gaan beweren dat muziek halal is. En de achttiende was vele consumeren van alcohol. Het vele consumeren van alcohol. En dat bepaalde mensen gaan zeggen dat alcohol halal is. En de negentiende was dus het versieren van de moskeeën. En het pronken met de moskeeën. Mijn moskee is mooier dan jouw moskee. Etcetera, etcetera. En de twintigste, en hier waren we gestopt, dat mensen zullen wedijveren. Dat Arabieren, in het specifiek, de profeet sallallahu alayhi wa sallam had het over blootvoetse schapenherders, die gisteren nog arm waren, die zullen wedijveren in het bouwen van gebouwen. Zoals je ziet in de Midden-Oosten, de vele grote wolkkrabbers en gebouwen die zelfs een kilometer of een anderhalf kilometer lang zouden moeten worden. De 21ste kleine teken is dat een slavin haar meesteres zal baren. Zoals staat in hadith Muslim, hadith Jibril, Sahih Muslim nummer 8. Een slavin die baart haar meesteres. En deze zullen we uitleggen bij idhnillahi ta'ala. En de 22ste kleine teken is dat moord wijd verspreid zal worden. Dus nadat er vrede was, is er overal moord en onrust. En de 23ste kleine teken is dat er weinig baraka in de tijd zit. En de 24ste kleine teken is dat de markten dichtbij zullen worden. En de 25ste kleine teken is dat er weer shirk zal plaatsvinden in deze ummah. Namelijk dat bepaalde Arabische stammen weer mushrikien zullen worden. Zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd. En ook deze hadith zullen we inshallah opnoemen. De 26ste kleine teken is dat dhuhur al-fuhsh wa qati'at al-rahim wa su'u al-jiwar. Mensen zullen massaal hun familiebanden verbreken. Mensen worden massaal egoïstisch en ook slecht tegenover hun buren en viezigheid die zal verspreiden. En de 27ste kleine teken is dat mensen ondanks hun ouderdom bepaalde grote zondes zullen doen die eigenlijk alleen de jongeren normaal zouden doen. De 28ste kleine teken is dat gierigheid wijd verspreid is. Gierig zijn wordt normaal. De 29ste kleine teken is dat er heel veel handel zal zijn. De 30ste kleine teken is dat er volop aardbevingen zullen zijn. Een van de tekenen van het uur is dat er overal heel veel onverklaarbare aardbevingen zullen zijn. Als je kijkt naar deze laatste drie, veel gierigheid, veel handel in de wereld en heel veel aardbevingen, dan weet je inderdaad dat wij deze kleine tekenen nu aan het meemaken zijn. De 31ste kleine teken is dhuhur al-ghasf wal-masch wal-qadf. Je zult van bepaalde, hoe noemen ze dat, bepaalde sinkholes. Je zult bepaalde gaten hebben in de aarde. En in de aarde, mensen zullen plots zinken. Mensen zullen plots zinken en verdrinken in ergens op bepaalde plekken in de wereld. Net als wat je ziet bij die sinkholes. Dat zul je dus heel veel hebben. En bepaalde mensen, yamsakhuhumullah, die gezichten van hun, die veranderen opeens naar iets heel engs en iets heel lelijks
of zelfs dieren, wal'iyadu billah. De 32e kleine teken is de habu salihin. Er zullen geen of nauwelijks vrome mensen zijn. De 33e kleine teken is irtifa'ul asafil. Nobody's, niets nutten, die zullen hoge posities krijgen in deze dunya. En de 34e kleine teken is en takuna tahiyyatu lil ma'rifah. Dat mensen alleen elkaar groeten, elkaar de salam geven, als zij elkaar kennen. En nogmaals, dit leven wij vandaag de dag. De sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam is dat je de salam geeft aan elke moslim. De mannen aan de mannen, de vrouwen aan de vrouwen, etc. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei, wa antu sallima ala man arafta wa man lam ta'rif. En dat jij de salam geeft aan degene die je kent, net als degene die jij niet kent. Aan degene die jij niet kent, net als hoe je salam geeft aan degene die je kent. De salam geef je aan elke moslim. Daarmee verspreid je de vrede, daarmee laat je zien dat je geen vijand bent. En daarmee laat je zien dat je liefde hebt voor elke moslim. Maar een van de tekenen van het uur is dat mensen alleen maar salam zullen geven aan hun eigen netwerk en hun eigen kring. Wat de moslims natuurlijk verzwakt. Een van de tekenen van het uur is iltimasul ilm ind al-asagir. Dat de grote geleerden worden overgeslagen. En dat mensen hun kennis alleen maar halen bij de kleintjes. Terwijl zij ook naar de grote geleerden kunnen gaan. En dat zien we vandaag de dag. De grote geleerden die wachten, die doen geen uitspraken totdat ze zeker zijn van hun zaak. En mensen gaan naar bepaalde internetgeleerden die snel een fatwa geven dat iets halal is of iets haram is. En die nemen daar vrede mee en ze vergeten de grote geleerden. En een van de kleine tekenen, en dit is de 36e, en dit leven wij zeker vandaag de dag. Dhuhur al-kasiyat al-ariyat. Dat er vrouwen zullen zijn die naakt zijn terwijl zij aangekleed zullen zijn. Dat er vrouwen zijn die hebben kleren aan, maar tegelijkertijd lijkt het toch alsof zij naakt zijn. Wal'iyadu billah. En de 37e kleine teken is sidq ru'yan mu'min. Een gelovige die zal heel veel dromen krijgen die gewoon puur en pure waarheid zijn. De 38e kleine teken is kathratul kitaba wa intishariha. Veel mensen zullen kunnen lezen en schrijven. Yani, lezen en schrijven wordt normaal en analfabetisme wordt niet normaal. Wat wij vandaag de dag kunnen, dat iedereen kan schrijven en lezen en dat het raar is wanneer iemand niet kan lezen en schrijven, dit was niet normaal in de afgelopen eeuwen. In de afgelopen eeuwen had je miljoenen mensen die niet konden lezen en schrijven. En zelfs een millennium geleden was het raar en was het bijzonder als je kon lezen en vooral als je kon schrijven. Maar vandaag de dag moet je heel goed zoeken om een analfabeet te vinden, om iemand te kunnen vinden die niet kan lezen en schrijven. En het feit dat iedereen bijna kan lezen en schrijven is iets positiefs. Maar ook dit is een teken van het uur. Wal'iyadu billah. En zo zie je maar dat sommige tekenen van het uur positief zijn en sommige zijn negatief. De meeste tekenen van het uur zijn negatief. Maar dat betekent niet dat elke teken per definitie negatief is. Dus een van de tekenen van het uur is dat het schrift wijdverspreid zal zijn. Veel mensen kunnen schrijven en lezen. Een van de tekenen van het uur is dat mensen de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam en de aanbevolen zaken niet serieus gaan nemen. Een van de tekenen van het uur is dat leugens wijdverspreid zullen zijn en dat mensen niet verifiëren in hun nieuws. En dit leven wij ook vandaag de dag. Mensen zijn volop op sensatie. De leugen regeert. De leugen die heerst. Maar hoe snel de leugen ook is, de waarheid achterhaalt hem wel. Maar dit is dus een van de tekenen van het uur. Dat er overal leugens zullen zijn. En dat mensen heel snel verhalen zullen doorvertellen zonder te verifiëren. Vandaag de dag, als je iemand kapot wil maken, bedenk een leugen over hem en blijf, of over haar, en blijf het herhalen. En de mensen geloven het toch wel.
omdat hun zielen ziek zijn. En hun zielen die zijn vies. Vandaar dat zij viezigheid accepteren. Want wanneer jij bij de salihin komt, de vrome moslims en de moslima's die een schone ziel hebben, je ziet dat zij gelijk deze leugen verwerpen. En dat zij verifiëren en onderzoeken wie heeft dit gezegd en waar heeft dit gezegd en waar hebben zij dit gezegd. En omdat hun zielen schoon zijn, dan accepteren zij deze leugens niet. Maar sommige mensen, hun ziel, wal-iyadu billah, is net een vuilnisbelt. Er zit zoveel troep in en zoveel viezigheid en leugens dat elke leugen er wel bij kan. En zoals de Amerikaanse gezegde luidt, repeat the lie 1000 times until the lie become truth. Dat is de manier hoe de media vandaag de dag te werk gaat en hoe de kuffar vandaag te werk gaan en hoe de slechte moslims vandaag de dag te werk gaan wanneer zij iemand kapot willen maken. Dan plegen zij simpelweg karaktermoord door de leugen 1000 keer te herhalen via 1000 kanalen. En de mensen die geloven hun net schapen. Wal-iyadu billah. Dus een van de tekenen van het uur is dat leugens wijdverspreid zullen zijn. En dat mensen niet zullen verifiëren in het nieuws wat zij horen. En een van de tekenen van het uur is dat heel veel mensen bereid zijn om een valse getuigenis af te leggen. Shahadatu zoor. En dat zij de ware getuigenissen zullen verbergen. Hoeveel mensen weten wie deze moord heeft gepleegd of deze daad heeft gedaan of wat dan ook. En zij zwijgen. Tegelijkertijd, wanneer je gaat naar Marokko bijvoorbeeld of naar Saudi-Arabië, in de landen waar getuigen echt belangrijk zijn, wallah, je hebt ze voor de rechtbank. Je hebt ze voor de rechtbank. Ze zijn bereid om voor alles te getuigen dat dit jouw grond is of dat dit jouw naam is of wat dan ook. Je geeft ze 20 euro per persoon en wallahi, ze weten niet eens waarvoor ze hebben getuigd. Dit is shahadatu zoor. Dit is een valse getuigenis afleggen en dit is een van de tekenen van het uur dat dit wijdverspreid zal zijn. Een van de interessante tekenen van het uur is kathratu nisa wa qillatu rijal. Is dat er veel vrouwen zullen zijn in de umma en weinig mannen. Heel weinig mannen in vergelijking met de vrouwen. Sterker nog, de profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei, elke man zal verantwoordelijk worden voor 50 vrouwen. Voor maar liefst 50 vrouwen. Dus dit is een van de tekenen van het uur dat er veel meer mannen zullen zijn dan vrouwen in deze umma en op aarde. Een van de tekenen van het uur is kathratu mawtil faj'ah. Is dat er veel of dat er vaak een plotselinge dood zal voorkomen. En een van de tekenen van het uur is dat het Arabische schiereiland, dat zal rivieren en tuinen worden. En het Arabisch schiereiland, dat is nu een woestijn. Iedereen weet, Arabië, woestijn, 40 plus temperaturen, etc. Maar dat zal, net als Zwitserland, dat zal net als de mooie natuurgebieden worden. Vol met rivieren en vol met groen en vol met tuinen. Dit is iets wat gebeurt vandaag de dag. In Saudi-Arabië komt het sneeuw elk jaar op plekken waar nog nooit sneeuw is gevallen. Vorig jaar viel er sneeuw in een stad die heet Tabuk. Uit mijn hoofd 200, bijna 300 kilometer van Medina. Die mensen daar hebben nog nooit sneeuw gezien in hun leven. En deze klimaatverandering is voorspeld door de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En deze klimaatverandering is ook niet per se iets negatiefs. En een van de tekenen van het uur is dat er veel regen zal zijn, maar weinig planten, maar weinig oogst. En een van de tekenen van het uur is dat de Eufraat, Nahrul Furat, deze belangrijke rivier, er zal daar een berg van goud tevoorschijn komen. En het is haram voor de umma van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam om iets van die berg te nemen. En er zal mensen zullen vechten om dat goud. En van elke 100
zal er maar eentje leven en 99 die zullen sterven. Maar toch zullen de mensen vechten om die berg van goud en iedereen die hoopt dat hij diegene is die zal overleven. Maar de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft ons dus verteld dat er bij de Eufraat, dat is een rivier die komt uit het paradijs. De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd, uit het paradijs stromen 4 rivieren. 2 in het paradijs en 2 in dit wereldse. In het paradijs is onder andere Al-Kawthar. Allah azza wa jalla zegt, inna a'tainak Al-Kawthar. Voorwaar, we hebben jou Al-Kawthar gegeven. Een rivier waarvan het water witter is dan melk en zoeter dan honing. Die is geschonken aan de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En 2 rivieren vanuit de paradijs, vanuit het paradijs, vanuit de troon van Allah azza wa jal, die monden uit op aarde. Dat is Nahrun Nil, de Nijl, de bekende rivier in Cairo, in Egypte, die tot en met Sudan gaat, et cetera. Die komt dus, die vindt zijn oorsprong in het paradijs. En de tweede rivier is de Eufraat, Al-Furat. Tayyip, deze rivier, de Eufraat, daar zal een berg van goud zijn. Daar zal een berg van goud zijn. En deze rivier die begint in het noordoosten van Turkije. En die stroomt via Syrië naar Irak. Het is een hele lange, mooie rivier. Daar zal een berg van goud tevoorschijn komen. En niemand mag daarvan pakken. Degene die daarvan pakt, die is tegen het bevel van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En diegene zal ook sterven. Van elke 100 zullen er 99 sterven. En subhanallah, een van de tekenen van Yawm al-Qiyamah, zoals staat in Sahih Muslim, is ook dat deze rivier, de Eufraat, zal opdrogen. Hij zal volledig opdrogen en dat gebeurt vandaag de dag al. Vandaag de dag gebeurt het al dat er steeds minder water is. Ze zeggen ongeveer een meter per jaar. Wallahu ta'ala a'lam. Maar de Eufraat die droogt dus op. En dit is ook een teken dat de dag des oordeels dichtbij is. Zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam ons heeft verteld. Een van de tekenen van het uur. Een van de tekenen van de dag des oordeels. Is dat de dieren zullen praten tegen de mensen. En dat al-jamadat, stenen, etc. zullen praten tegen de mensen. Dat is ook een van de tekenen van het uur. En een van de tekenen van het uur is dat de mensen massaal zullen wensen om te sterven vanwege de beproevingen en de moeilijkheden die zij zullen meemaken. En een van de tekenen van het uur is dat de Romeinen, de Westerlingen, heel veel zullen worden en dat zij een oorlog zullen starten tegen de moslims. En een van de tekenen van het uur is dat Constantinopel veroverd zal worden door de moslims. En Constantinopel is het huidige Istanbul, dat dit een islamitische stad zal worden. En dat is al gebeurd en sommige geleerden zeggen dat het nog een keer zal gebeuren. Wallahu ta'ala a'lam. Wat natuurlijk zou betekenen dat Constantinopel weer door de kuffaar veroverd zal worden. En daarna door de moslims heroverd zal worden. Wallahu ta'ala a'lam. En net als Jeruzalem. Jeruzalem is veroverd door de moslims. En is daarna veroverd weer door de kuffaar en nu door de joden. En het zal ook uiteindelijk heroverd worden door de moslims. Bi'idnillahi ta'ala. En een van de tekenen van het uur is zelfs dat Rome, de hoofdstad van Italië, door de moslims veroverd zal worden. En een van de tekenen van het uur is dat er een man zal komen die heet Al-Qahtani. Dat is een Arabische man, Al-Qahtani, en die zal een bepaalde fitna starten. En een van de tekenen van het uur, en het zijn allemaal nog steeds kleine tekenen, is dat er een grote oorlog zal zijn tussen de moslims en de joden. En een van de tekenen van het uur is dat al-Madina, de stad van de profeet sallallahu alayhi wa sallam,
aan het einde der tijden een spookstad zal worden. En een van de tekenen van het uur is dat er een wind zal komen en die zal alle zielen van de gelovigen nemen. En dit is aan het einde. En een van de tekenen van het uur is dat de Kaaba, onze Kaaba, gesloopt zal worden. Dit zijn de kleine tekenen. En de grote tekenen zijn bekend. En ook daar zullen we uitgebreid over praten. Morgen en de volgende week, bi'idnillahi ta'ala. De grote tekenen, die zijn net als een kraal. Net als een kralenketting die kapot gaat. Kijk, tussen de kleine tekenen heb je soms honderden jaren. Tussen de kleine tekenen heb je zelfs meer dan 1000 jaar. De komst van de profeet sallallahu alayhi wa sallam en zijn dood sallallahu alayhi wa sallam is 1400 jaar geleden. Dat Al-Aqsa is veroverd, Jeruzalem, is in het jaar 18 van de hijra. Wij leven nu in 1442. Dus tussen de kleine tekenen zitten soms meer dan 1000 jaar. Maar de grote tekenen, tussen de grote tekenen zit er niet veel tijd. Zoals staat in de hadith en zoals de geleerden zeggen, de grote tekenen die zijn net als een kralenketting die kapot gaat. Zodra er één kraaltje eruit valt, dan valt de rest er ook uit. Dus in de kleine tekenen zit er ruimte tussen de ene en de andere tekenen en teken. Maar de grote tekenen die zijn net als domino stenen. Als er één valt, dan als er eentje begint, dan begint de rest ook gelijk. De eerste grote teken is dat de Mahdi, de Messias, naar buiten zal komen. En hij heeft bepaalde eigenschappen en die zullen we ook behandelen. Namelijk dat hij van de familie, directe nakomeling van de profeet sallallahu alayhi wasallam is. En zijn naam is Muhammad ibn Abdullah. Net als de profeet sallallahu alayhi wasallam. En de Mahdi weet zelf ook niet dat hij de Mahdi is tot op een latere leeftijd. En een van de grote tekenen vlak daarna komt een Messias Dajjal, de Antichrist, de leugenaar Dajjal. En ook zijn verhaal zullen we in een aparte lezing vertellen. En vlak nadat Dajjal, de Antichrist, komt met zijn fitna, dan komt Isa alayhi salam. Dan komt de profeet Jezus alayhi salam, vrede zij met hem, de enige profeet die nog leeft op dit moment. En na Isa alayhi salam, vlak na Isa alayhi salam, dan komt Ya'juj wa Ma'juj. Dan komt Gog en Magog. Een volk uit het oosten die rivieren zullen opdrinken en die de mensen willen vernietigen en uitroeien. En op een gegeven moment, nadat Isa alayhi salam de antichrist, het Dajjal, vermoord en ook wint van Ya'juj en Ma'juj, dan is er een wereldvrede. Dan is er een totale wereldvrede. En dan trouwt Isa alayhi salam. En dan zijn de moslims gelukkig, et cetera, et cetera. Totdat zij allemaal sterven door middel van een wind. Er zal een zacht briesje komen. En die zal alle gelovigen meenemen. Maar wat er ook zal gebeuren, is dat de zon uit het westen opkomt. De zon die komt op uit het oosten. En die daalt in het westen. Het zal omgekeerd gaan. De zon die zal opkomen uit het westen. En wanneer dat gebeurt, dan wordt de toba niet meer geaccepteerd. Dan wordt berouw niet meer geaccepteerd. En wat ook een van de grote tekenen is, Khurujuddaba, het beest. Een enorm harig beest die zal tevoorschijn komen op deze dunia. Dit zijn de grote tekenen en daarvoor de kleine tekenen. Tayyip, we kunnen wel beweren dat iets een kleine teken is. Maar wat is het bewijs en wat is de uitleg hierover? Hierover willen we het gaan hebben bi'idnillahi ta'ala. Allereerst een hadith van de profeet sallallahu alayhi wa sallam die staat in Sahih al-Bukhari. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei, U'dud sitten bayna yaday as-sa'a. Tel 6 zaken op voordat de dag des oordeels plaatsvindt. Mauti, mijn dood. Dus de dood van de profeet sallallahu alayhi wa sallam is een van de tekenen van het uur.
thumma fathu bayt al-Maqdis. En daarna dat Jeruzalem, Masjid al-Aqsa, veroverd zal worden. En dit is een wonder dat de profeet sallallahu alayhi wasallam al wist. Tijdens zijn leven gebeurde het niet, maar na zijn leven. En dit is trouwens een groot voordeel van de tekenen, alamat al-sa'a. Het zijn heel vaak wonderen. Het feit dat de profeet sallallahu alayhi wasallam al wist dat dit zou gebeuren. Thumma mawtan ya'khudu fiikum ka'qu'asil ghanam. De profeet sallallahu alayhi wasallam die zei, daarna zal er twee keer een plaag komen. Jullie zullen sterven eigenlijk, net als hoe schapen sterven op een bepaalde manier. En dat zijn pandemieën, zoals de geleerden hebben uitgelegd. Thumma istifadatul maal. Daarna zal er heel veel geld zijn in de umma. Hatta yu'tar rajul mi'ata dinar. Totdat iemand 100 gouden muntstukken krijgt. Fayadallu saghita. En nog steeds is diegene ontevreden. Ondanks dat diegene 100 gouden muntstukken heeft gekregen. Thumma fitna. En daarna zal er een fitna komen. La yabqa baytun min al-arabi illa dakhalat. Er zal een fitna komen die elk huis van de Arabieren zal binnenkomen. Sommigen zeggen dat is de tv, wal ilm indallah, die elk huis is binnengekomen. Thumma hudna, een van de tekenen van het uur, zegt de profeet sallallahu alayhi wasallam. Thumma hudnatun takunu baynakum wa bayna bani al-asfar. Een vredesverdrag tussen jullie en tussen de gele zonen, oftewel de Romeinen die blond haar hebben en die blank zijn, et cetera. Fayaghdiruna bikum. En zij zullen jullie bedriegen, zij zullen jullie oplichten. Fayatunakum tahta thamanina raayah. En daarna zullen zij komen met een leger onder 80 vlaggen. Yani deze leger, of dit leger, bestaat uit 80 eenheden. Tahta kulla raayah itna ashara alfa. Onder elke vlag is er, of zijn er 12.000 soldaten. 12.000 soldaten. Wanneer je 12.000 keer 80 doet, dan krijg je 960.000 soldaten. Dus er zal een vredesverdrag zijn, en de hadith staat in Sahih al-Bukhari, tussen de moslims en tussen de Romeinen, de westerlingen. Maar zij zullen ons bedriegen en een oorlog tegen ons starten. En zij zullen bijna 1 miljoen soldaten, 960.000 soldaten, verdeeld onder 80 vlaggen, zullen zij een oorlog tegen ons starten. Maar de eerste kleine teken was de komst van de profeet sallallahu alayhi wasallam. En het bewijs hiervoor is de hadith in al-Bukhari, waarin de profeet sallallahu alayhi wasallam zei: Bu'ithtu ana was-sa'a kahatayn. Ik en het uur. Het uur en ik zijn net als deze twee gezonden. En de profeet sallallahu alayhi wasallam die deed zijn wijsvinger en zijn middelvinger tegen elkaar. En de profeet sallallahu alayhi wasallam die zei ook: Bu'ithtu fi nasami sa'ah. Ik ben gezonden in eigenlijk het eerste wind van het uur. Yani de komst van Mohammed sallallahu alayhi wasallam is de eerste teken van het uur. Waarom? Omdat hij simpelweg de laatste profeet is. En dit alleen is al een waarschuwing van Allah Azza wa Jal aan de mensheid. En ook de dood van de profeet sallallahu alayhi wa sallam is dus een teken van het uur. Zoals staat in Sahih al-Bukhari. Anas ibn Malik radiyallahu anhu die zegt ook: toen de profeet sallallahu alayhi wa sallam de stad Al-Madina binnenkwam, adaa minha kulla shay. Toen de profeet sallallahu alayhi wa sallam hijra verrichtte naar Al-Madina, alles werd licht in Al-Madina. De hele stad was verlicht. Maar op de dag dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam was overleden, alles werd donker en duister. Dus de komst van de profeet sallallahu alayhi wa sallam en zijn dood, dat zijn twee belangrijke tekenen van het uur. En zijn dood is de grootste ramp die de umma heeft meegemaakt. Want de openbaring is daarmee ook gestopt. Sommige van de salaf
die zeiden: welke ramp jij ook meemaakt, probeer te relativeren door te denken aan de dood van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, want dat is de grootste ramp die deze umma heeft meegemaakt. En een van de tekenen was dus dat Jeruzalem wordt geopend, wordt veroverd. Jeruzalem, Beitul Maqdis, onze islamitische hoofdstad en de eerste van de twee qibla's. Nu bidden wij richting Mekka, maar vroeger zouden wij richting Jeruzalem bidden, richting Palestina. En subhanallah, dit is een heilige plek en dit is een bijzondere plek. En hierover vechten de moslims en de joden en de christenen. En het is een gevecht wat nooit zal ophouden tot aan de dag des oordeels. En dat de moslims deze hebben veroverd tijdens de khilafa van Umar radiallahu anhu, dat is een van de tekenen van het uur. En op dit moment hebben de moslims Jeruzalem verloren, maar zij zullen het weer terugwinnen. En er zal een oorlog ontstaan volgens deze profetie tussen de moslims en de joden. Zelfs dat de stenen en de bomen de moslims zullen helpen en zij zullen zeggen: o moslim, kom, want achter mij is er een jood verstopt, dus kom hem doden. Dit is een oorlog die zal ontstaan tussen de moslims en de joden aan het einde der tijden. Behalve één boom, die zal de joden niet verraden. En dat is Shajaratul Gharqad. Dat wordt een nitraria genoemd. Deze boom, dat is een joodse boom eigenlijk. En die zal de joden niet verraden. En ze zeggen, wallahu a'lam, dat de joden deze volop aan het zaaien zijn in hun kolonie. En muhim, waar het ons om gaat, is dat Jeruzalem is veroverd door de moslims. En dit is een van de tekenen van het uur. En er zal een grote oorlog uitbreken tussen de moslims en de Romeinen. En tussen de moslims en de joden aan het einde der tijden. Een van de tekenen van het uur is dat er heel veel rijkdom zal zijn op aarde. En niemand die zal as-sadaqa accepteren. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei, zoals staat in Sahih Muslim: La taqumu as-sa'a. Het uur zal niet plaatsvinden. Hatta yakthura fikum al-mal. Totdat geld veel onder jullie zal zijn. Fayafid. Er zal genoeg geld over zijn. Hatta yuhimma rabb al-mal. Men yakbaluhu minhu sadaqa. Je gaat zoeken wie van jouw sadaqa gaat accepteren. وَيُدْعَى إِلَيْهِ رَجُلْ. Mensen worden geroepen van: hier, pak geld, pak sadaqa. En hij zal zeggen, of iemand zal zeggen: لَا أَرَبَ لِي فِيهِ. Ik heb geen behoefte aan geld. Ik heb geen sadaqa nodig. En in een andere hadith zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam: mensen zullen echt gaan zoeken om sadaqa te geven, maar ze zullen niemand vinden om het te accepteren. En in een andere hadith zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam: iemand zal 100 gouden muntstukken krijgen. Een gouden muntstuk is hoeveel? Een gouden muntstuk is 2,75 gram goud. Dus dan praat je over duizenden euro's. Laten we zeggen 20.000 euro, minimaal. Je krijgt 100 gouden muntstukken, 20.000 euro. En nog steeds zijn de mensen ontevreden. Kan je dit feit, dat er veel geld zal zijn in de umma van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en rijkdom en niemand die zal sadaqa meer nodig hebben. De geleerden zeggen dat dit eigenlijk al is gebeurd. Dit is eigenlijk al gebeurd in de khilafa van Umar ibn Abdul Aziz. En dit is een naam die jullie moeten onthouden. Je had natuurlijk een khulafa al-Rashidi. Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali. Tayyib, na Ali ontstond er een fitna tussen de sahaba. En die is beëindigd doordat Al-Hassan ibn Ali radiyallahu anhuma de khilafa heeft gelaten aan Muawiyah
Ibn Abi Sufyan, radiyallahu anhuma. Sindsdien ontstond het land van Bani Umayyah, de Umayyaden of zoiets noemen ze hun in het Nederlands. طيب, dit land van Bani Umayyah, de eerste koning was Muawiyah. En Muawiyah was een goede man. Zijn zoon was Yazid, Yazid ibn Muawiyah, en hij was geen sahabi. En deze was al veel minder goed. En hij had ook vele slechte daden en hij had ook goede kanten. Daarna had je een aantal koningen. En de ene was beter dan de ander en de andere was slechter dan de ander. Maar na een paar koningen kreeg je Umar ibn Abdul Aziz. En deze man was een held. Deze man die was dus familie van Muawiyah radiyallahu anh via vaderskant. Maar via moederskant stamde hij af van Umar ibn al-Khattab radiyallahu anh. Dus via moederskant is zijn opa, overgrootopa, Umar ibn al-Khattab radiyallahu anh. En Umar ibn al-Khattab die zag hem in zijn droom. Umar ibn al-Khattab die zag in zijn droom dat een van zijn kleinkinderen een leider zal worden en die zal de umma vrede bezorgen en rechtvaardigheid. En hij zag dat er in zijn gezicht een litteken was. En die litteken kwam doordat hij is getrapt door de hoef van een paard. Yani een paard heeft hem getrapt met haar hoef. En die afdruk was er op zijn gezicht. En dit was Umar ibn Abdul Aziz. Toen hij klein was, was hij aan het spelen in een stal. En een paard die had hem getrapt. En toen zei zijn vader tegen hem, als jij degene bent over wie Umar radiyallahu anhu het had, dan ben jij waarlijk een gelukkig man. Dus Umar radiyallahu anhu die zag het al in zijn visioen. In zijn droom kreeg hij een visioen dat hij een kleinkind zal hebben die veel rechtvaardigheid zal verspreiden. طيب, deze man was Umar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu. Na de sahaba is dit de beste leider die de moslims hebben gekend. Helaas is hij maar 2 jaar de leider van de moslims geweest en daarna hebben ze hem vergiftigd. En zo gaat dat met elke oprechte regeringsleider. Er worden liquidatiepogingen tegen hem gedaan of hij wordt ook daadwerkelijk vergiftigd of vermoord. Kijk onlangs in de jaren 80 de koning Faisal, rahimahullah. Dat was een van de sterkste islamitische leiders in de afgelopen eeuwen. Zijn eigen halfbroer die kwam uit de Verenigde Staten en die heeft zijn eigen oom, of tenminste de zoon van zijn halfbroer, die heeft zijn eigen oom vermoord, en Melik Faisal, rahimahullah. Zo ook deze Umar ibn Abdul Aziz, rahimahullah, hij is vergiftigd. Tijdens zijn khilafa, die slechts 2 jaar duurde, was er complete vrede en rechtvaardigheid in de umma. En er was zoveel geld dat mensen het geld niet meer zouden accepteren. Mensen hadden simpelweg geen sadaqa meer nodig. En ze zeggen dat dit ook gaat gebeuren aan de einde der tijden. En subhanallah, wanneer je leest dat er wordt gesproken over een basisinkomen die elke burger zou moeten hebben hier in het Westen, et cetera, dan weet je dat de dag des oordeels daadwerkelijk dichtbij is. En ook zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam dat er vrede zal ontstaan en veiligheid. Namelijk dat een vrouw honderden kilometer zal afleggen van een bepaalde stad tot aan Mekka. En zij zal niet bang zijn behalve voor de wolf, voor haar schapen. En ook zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam tegen een van de sahaba, Adi ibn Hatim radiyallahu anh, jij zult meemaken als jij lang zal leven, dan zal jij de schatkisten van Perzië meemaken. Namelijk dat de Perzen worden verslagen. En dat is ook gebeurd. In de khilafa van Umar ibn al-Khattab radiyallahu anh is Perzië verslagen. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei ook, jij zult een tijd meemaken als jij lang zal leven, dat iemand een handvol goud of zilver heeft en deze als sadaqa wil geven en niemand die zal het accepteren. En dit is dus gebeurd in de tijd van Umar ibn Abdul Aziz, rahimahullah. En ze zeggen dat dit weer gaat gebeuren.
En Allahu a'lam, dat zou kunnen zijn door middel van een basisinkomen, et cetera, et cetera. En muhim, een van de tekenen van het uur is dat er heel veel rijkdom zal zijn. En dit leert ons moslims ook om te relativeren. Maak je niet druk om je rizq. Je rizq staat voorgeschreven. Je moet je drukker maken om je hiernamaals. Wat heb jij gedaan voor morgen? Wanneer jij Allah azawajal, wanneer wij Allah azawajal zullen ontmoeten. En wat hebben we gedaan aan de goede daden. En er zullen ook naar aanloop tot de dag des oordeels, zal er ook grote fitna ontstaan. En dit is dus ook een van de tekenen van het uur. Net als hoe de dunya verspreid zal zijn en rijkdom verspreid zal zijn. Een van de grote fitna, een van de grote tekenen of een van de kleine tekenen is dat er volop fitna zal zijn. Wat betreft rijkdom, daarover zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, ik vrees niet dat jullie arm worden, maar ik vrees dat de dunya juist voor jullie wordt geopend en dat jullie erom zullen strijden en elkaar zullen concurreren omwille van de dunya, net als hoe de anderen hebben gedaan, de andere volkeren, en dat deze dunya jullie zal vernietigen, net als hoe het andere heeft vernietigd. En dat zie je ook vandaag de dag. Hoeveel mensen waren lief, aardig, islamitisch toen zij arm waren. Maar op het moment toen zij rijk werden en succes kregen, vergaten zij Allah azawajal. Een van de belangrijke tekenen is dat er heel veel fitna zal ontstaan. En dit leven wij vandaag de dag. En dit leeft de umma eigenlijk sinds de moord op Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei, zoals staat in Sahih, of zoals staat in Musnad al-Imam Ahmed en Sunan Abi Dawood. En Sahih is verklaard door Sheikh al-Albani, rahimahullahu ta'ala. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei, inna bayna yaday as-sa'a fitanan ka qita'i al-layl al-mudlim. Voor het uur zal er duistere fitna plaatsvinden. Yusbihu ar-rajulu fiha mu'mina wa yumsi kafira. Een persoon in de ochtend is hij gelovig, is hij een mu'min, een gelovige, maar in de avond is hij een kafir, een ongelovige. En in de avond is hij soms gelovig en in de ochtend is hij een kafir. Ja, die mensen zullen zware fitna meemaken en constant afstappen van hun religie en weer gelovig worden, et cetera. Waarom? Yabi'u dinahu li'aradin min ad-dunya. Mensen zullen hun religie verkopen voor iets kleins van de dunya. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei over deze fitna, degene die zit is beter dan degene die staat. En degene die staat is beter dan degene die er naartoe loopt. En degene die er naartoe loopt is beter dan degene die er naartoe rent. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei, breek jullie zwaarden. Breek jullie zwaarden wanneer deze fitna plaatsvindt. En als jullie huis wordt betreden door deze fitna-zaaiers, wees dan net als de beste van de twee zonen van Adam a.s. Adam a.s., zoals we hebben behandeld in zijn sira, die had twee zonen, Qabil en Habil. En de ene had de andere vermoord. Maar toen de ene tegen de andere zei dat hij hem gaat vermoorden, zei deze oprechte zoon, ik ga jou geen pijn aandoen, al wil jij mij pijn aandoen. Dus een van de tekenen van het vuur is dat een van de tekenen van het uur is dat er een grote fitna zal plaatsvinden en grote oorlogen tussen de moslims onderling. Zoals we vandaag de dag ook zien en zoals we in de geschiedenis hebben gezien. Tayyip, wanneer deze fitna plaatsvindt tussen de moslims, de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft ons geleerd om afzijdig te zijn in deze fitna. Waarom? Want het gaat niet omwille van Allah. Kijk, als een oorlog omwille van Allah is, dan kiezen wij duidelijk kant. Een oorlog tussen de moslims en tussen de kuffar.
of tussen rechtvaardige moslims en onrechtvaardige moslims, zodat de woord van Allah het hoogste is. Maar wanneer het alleen maar politieke oorlogen zijn, omwille van macht en heerschappij, en degene die wint gaat toch niet de islam laten overwinnen, hou je dan afzijdig en breek je zwaard. Doe niet mee aan deze fitna, zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En zelfs wanneer ze jou willen vermoorden, wees dan net als de betere zoon van Adam alayhi salam. En dit is moeilijk, maar dit zijn feiten die ons zijn verteld door de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En het merendeel van deze fitan, dit is heel belangrijk, veel mensen weten dit niet. Het merendeel van deze fitan, die komen uit Irak. Die komen uit Irak en die komen uit het oosten. Het oosten vanuit het perspectief van de Medina. En ook in het Nederlands zeg je het verre oosten. En daarmee bedoel je Irak en Iran. En in Iran zitten de Rawafid, la'anahumullah. En dat zijn natuurlijk de grootste fitnazaaiers die deze mensheid kent. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, die verrichtte een keer dua. En hij zei, sallallahu alayhi wa sallam, zoals staat in At-Tabarani, en de hadith is sahih, de profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei, Allahumma barik lana fi sa'ina wa fi muddina, wa barik lana fi shamina wa fi yamanina. Allah, de profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei, O Allah, zegen onze weegschalen en onze weegmaten, of onze maten waarmee we bepaalde dingen wegen en bepalen. En zegen Asham, zegen het Levant, Syrië, Libanon, Palestina, Jordanië. En zegen Jemen. Dus de profeet sallallahu alayhi wa sallam verrichtte dua voor Jemen en voor Asham, Syrië. En natuurlijk Mekka en Medina, die zijn sowieso heilig. En die zijn sowieso gezegend. En toen zei een man die bij de profeet sallallahu alayhi wa sallam zat, die zei, Ya Nabi Allah, wa fi Iraqina. O boodschapper van Allah, en vraag ook aan Allah om Irak te zegenen. En Irak, dat is Irak en Iran. En toen zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, Inna biha qarna shaytan. Hoe zeg je dat? De horen van de shaytan, die is daar. Yani, een shaytan, zijn horen, die steekt uit in Irak. Oftewel, de fitan, die zullen uit Irak komen. Watahijun fitan. De fitna, die zal oplaaien vanuit Irak. Wa innal jafa'a bil mashriq. Yani, droogte. En de slechte manieren, et cetera, die komen uit het oosten. Dus de meeste fitna in de geschiedenis van de islam, tot de dag van vandaag, als je gaat kijken naar Iran en naar Irak, het is één grote chaos daar. En dit is al voorspeld door de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En ook toen na de doula van Banu Umayyah, het land van Banu Umayyah, waar we het net over hadden, toen had je het land van Ben al-Abbas, van de Abbasiden. En daarin leefde de imam Ahmed, rahimahullah. Ze hebben deze geleerden zwaar gemarteld. En ze hebben de bid'a van de Mu'tazila verspreid. En filosofie, et cetera. Totdat de Ottomanen hun hadden verslagen. Had je dus het land van de Abbasiden. En deze hebben ook bijgedragen aan grote fitan. Of die waren daar aanleiding op. En die praktiseerde de islam meestal niet zoals het zou moeten. En muhim, de profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei, Ala in de profeet sallallahu alayhi wa sallam die keek een keer naar het oosten. Zoals staat in al-Bukhari en Muslim. Via de hadith van Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die keek een keer naar het oosten. En hij zei, waarlijk, fitna komt vandaar. Waarlijk. Fitna komt vandaar en vandaar komt de horen van de duivel. Komt de horen van de duivel. En in Sahih Muslim zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, terwijl hij keek naar het oosten, Ra'sul kufri min hahuna. De kop van ongeloof die komt uit het oosten. En uit Irak zijn de Khawarij gekomen, de extremisten. En uit Irak
zijn de Shia gekomen, de Shiiten. En uit Irak zijn de Rawafid gekomen, de extreme Shiiten. En de Qadariya, een secte die het lot ontkent. En de Bataniya, en de Jahmiya, en de Mu'tazila, en filosofie. En uit Irak kwamen de Majus, de vuuraanbidders. En ook uit het oosten komen de Hindoes en de Boeddhisten. En dat zijn allemaal fitten die komen uit het oosten. En uit Irak zijn ook de Qadianis, de zogenaamde Ahmadis, die beweren moslim te zijn, maar dat zijn zij zeker niet. En zij beweren dat er een profeet is na Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Zij komen uit India en ook dat is in het oosten. Dus uit het oosten komen de grootste fitten. Dus wees op jullie hoede, barakallahu fikum. Terwijl de profeet sallallahu alaihi wasallam dua deed voor Jemen en voor Sham. En het Jemen, daarover zei de profeet sallallahu alaihi wasallam dat dat hele zachte mensen zijn. En de profeet sallallahu alaihi wasallam die zei: "El iman Yaman wal hikma Yamaniya." Het geloof is Jemenitisch en wijsheid is ook Jemenitisch. Jemenieten die zijn geprezen door de profeet sallallahu alaihi wasallam. En dat zijn over het algemeen hele zachte, aardige mensen. En over Sham heeft de profeet sallallahu alaihi wasallam gezegd: "Ida fasada ahlu Sham, fala khayra fikum." Als de mensen van de Sham, van het Levant, verpest zijn, dan zit er geen geer in de umma. Kijk vandaag de dag naar Syrië. Is dat verpest of niet? En zijn die mensen ook verpest of niet? En als je gaat kijken, bepaalde asielzoekers in Nederland, et cetera, stappen gelijk af van hun geloof. En als ze niet gelijk afstappen van hun geloof, dan zie je bijvoorbeeld dat relaties normaal zijn en dat de mannen verwijfd, wal'iyadu billah, zijn. Hun mannen epileren heel vaak. En je ziet dat de vrouwen, astaghfirullah, je ziet het verschil niet meer tussen haar en tussen een ongelovige qua uiterlijk. Van innerlijk is ze wel moslima. Terwijl dit mensen zijn van de Sham, een gezegende plek. En de profeet sallallahu alaihi wasallam die zei als maatstaf: als hun verpest zijn, dan zit er geen geer in de umma. En een van de tekenen van het uur waarmee we vandaag afsluiten is de dood van Uthman radiyallahu anhu. Uthman, dat is de derde khalifa. Dus na de profeet sallallahu alaihi wasallam had je Abu Bakr, en dan had je Umar, en dan had je Uthman. De profeet sallallahu alaihi wasallam is gestorven op zijn 63ste. Abu Bakr is ook gestorven op zijn 63ste. En Umar radiyallahu anhu ook op zijn 63ste. Uthman heeft heel lang geleefd en hij werd boven de 80. En Uthman radiyallahu anhu was een van de rijkste sahaba. Hij heeft een heel leger gefinancierd in de tijd van de profeet sallallahu alaihi wasallam. De profeet sallallahu alaihi wasallam heeft hem ook het paradijs beloofd. En hij is de enige mens op aarde die met twee dochters van de profeet sallallahu alaihi wasallam getrouwd, met twee dochters van een profeet getrouwd is geweest. Uthman radiyallahu anhu was getrouwd met Zainab en daarna met Kulthum. En dit is nog nooit gebeurd voor een mens, dat een mens met twee dochters van een profeet is getrouwd. De ene was overleden. En daarna gaf de profeet sallallahu alaihi wasallam hem zijn andere dochter. En de profeet sallallahu alaihi wasallam zei over Uthman dat de engelen zich schamen voor Uthman. Zo'n bijzonder persoon is hij. En we hebben een hele lezing over hem online staan. Deze Uthman, radiyallahu anhu, is vermoord door de Khawarij. Door de rebellen. De extremistische rebellen. En dat zijn mensen, in hun ogen kan je het nooit goed genoeg doen. Waarom? Omdat zij extreem zijn. En een ieder die hun tegengaat, laat staan iemand die een kleine zonde verricht, die is gelijk een ongelovige. Laat staan een grote zonde. Terwijl Ahlus Sunnah wal Jama'a, die zien iemand soms als zondaar, maar nog steeds als moslim. Maar deze extremisten, die verrichten gelijk takfir, terwijl het geen koffer is. En al is het koffer, soms dan is het geen grote koffer. Ala kulli hal. De profeet sallallahu alayhi wasallam die zei tegen Uthman: "O Uthman, Allah zal jou een kamis, die zal jou een kledingstuk laten aantrekken.
Dus als de munafiqeen dit kledingstuk van jou willen aftrekken, geef hun dan niet hun zin. En dit kledingstuk is een metafoor. En wat ermee wordt bedoeld is een khilafa. Het islamitische koninkrijk of het islamitisch land en de regering of de heerschappij over het islamitisch land. Dat is de qamis die Uthman heeft gekregen. En de Khawarij die zeiden tegen hem van stap af van deze functie. Yani, dien jouw ontslag in en zie af van de macht. En Uthman radiyallahu anhu die weigerde. Niet omdat hij heel graag de baas wou zijn over de moslims, maar omdat de profeet sallallahu alayhi wa sallam hem had gewaarschuwd. En in een andere hadith in Sahih Muslim zei Umar radiyallahu anhu, wie kent de ahadith van de fitan? Wie kent de ahadith van de fitna? Wat er gaat gebeuren? En toen zei Hudayfa, ik, ana ya amir al-mu'minin, ik, o leider der gelovigen. En toen zei Umar radiyallahu anhu, wat gebeurt er precies? En Hudayfa die zei, goede tijden en daarna slechte tijden, et cetera, zoals de profeet hem had geleerd. En hij zei, Hudayfa die zei, daarna is er een deur die geopend zal worden. En op deze, en wanneer deze deur geopend zal worden, dan zal fitna nooit stoppen. En Umar die zei, wordt deze deur geopend of wordt deze deur gebroken? En Hudayfa die zei, deze deur die wordt niet geopend, maar deze deur die wordt gebroken. O leider der gelovigen, deze deur wordt ingetrapt. En toen zei Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu, toen zei hij dat deze deur wordt opengebroken, toen zei Umar radiyallahu anhu, deze deur, als deze deur wordt opengebroken, dan zal deze deur nooit meer sluiten. Deze deur, dat was Uthman radiyallahu anhu. De moord die op hem werd gepleegd, dat is uitgelegd door de profeet sallallahu alayhi wa sallam als een deur van fitna die wordt geopend. En Umar die zei ook van, wordt deze deur normaal geopend, dan kan die weer gesloten worden. Maar als deze deur wordt gebroken, dan zal de fitna nooit stoppen in de umma van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dus een van de tekenen van het uur is de moord op Uthman radiyallahu anhu. En sindsdien is het fitna in de umma van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En deze dood op Uthman, of deze moord op Uthman radiyallahu anhu, is aangestoken door een hypocriete jood. Door een man genaamd Abdullah ibn Saba, la'anahullah. Dat was een joodse man, maar die deed alsof hij moslim was. En hij heeft de fitna gezaaid in de umma van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wat als resultaat had het doden van een van de grootste sahaba. Wat ik daarmee wil zeggen